Blijft altijd leuk, de eendjes en de ganzen voeren. Ja, ja, hè? Het is echt onderdeel van onze cultuur. Het is ook gewoon echt leuk en je ziet de dieren ervan genieten. Je doet iets goeds. Ja. Nou, dit kennen we allemaal. Het klinkt zo gezellig, even de eendjes voeren met brood. Maar ook brood is niet goed? Nee, juist brood is niet goed. En dat is eigenlijk het grote probleem. Mensen weten het niet. En ze doen het uit de beste intenties, omdat ze het brood niet willen weggeven. Of soms kopen ze zelfs goedkoop brood voor de eendjes. Maar het is gewoon heel slecht. Er zitten totaal geen voedingsstoffen in die eendjes nodig hebben. Plus het verstopt ze, het zorgt ervoor dat de waterkwaliteit achteruit gaat als het blijft liggen. Dus het is echt gewoon heel erg slecht. Oké, maar wat mogen ze dan wel hebben? Graan. Gezond eendengraan heb je, watervogelvoer. En dat is voor eenden gewoon het allerbeste. Er zit alles in wat ze nodig hebben. En verder zorgen ze zelf ervoor door het eten van insecten en slakjes en kroos, dat ze gezond blijven. Ja, zullen we eens kijken of ze het willen hebben? Want... Ja, het is nog erg vroeg, dus ze zijn allemaal nog aan het slapen, maar we kunnen het proberen. Dat ze nou niet enthousiast toeslaan? Ja, we moeten eigenlijk 10 groep ganzen hebben. Deze ganzen, de nijlganzen worden eigenlijk het minst gevoerd. Want die zijn erg territoriaal en die zorgen meestal zelf wel voor hun spullen. Terwijl de witte ganzen, de boerenganzen, die worden echt iedere dag, meerdere malen per dag gevoerd. Dus die zijn heel tam en die komen er ook echt op af.